Ricky van Aren, uh, ik sprak je een half jaar geleden telefonisch. Toen had je net een, een tweejarig contract getekend bij Dynamo Boekarest. Uh, nu zal wij ontbonden. Hoe is, uh, hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk in het begin uh, uh, was er al wat moeite. De, de president die mij gehaald had, die is, uh, is toen de tijd ontslagen. Uh, deze trainer wilde eigenlijk zijn eigen spelers hebben. En uh, uiteindelijk ben ik toch gewoon voor mijn kans gegaan, aardig wat, ja, wat wedstrijden nog gespeeld. Alleen in de winter. Uh, uh, wilde hij eigenlijk, uh, of nou ja, wilde hij nog steeds, eigenlijk uh, van het grote deel van het team af. En zodoende heb ik ervoor gekozen om mijn contract te laten ontwinnen. Dat is in uh, onder, onderling overleg uh, gebeurd, of uh, hoe is dat, uh, hoe is dat tot, tot stand gekomen? Ja, het is in onderling overleg gebeurd. Ik, uh, ik speelde dan wel af en toe. En uh, ja, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, samen met de club, om uh, uit elkaar te gaan. En dat heeft puur met sportieve redenen te maken, of ook financiële? Nee, financieel was het op, was het op zich best in orde. Kijk, natuurlijk uh, hoor je wel eens de verhalen dat je daar niet betaald krijgt en dat soort dingen. Uh, meestal liepen ze ja, één maand achter, maar je kreeg altijd je geld door. En ik heb, ik heb het ook gewoon netjes meegekregen. Uh, dus uh, dat op zich was het geen probleem. Jij hebt alles betaald gekregen. Je hebt al je geld. Ja, ja ik heb zelfs meer meegekregen dan ik eigenlijk uh, hoorde te krijgen. Dus dat. Uh, nee, ze hebben me gewoon netjes betaald. Want dat is dan een, een, een deel van je contract uh, wat je nog meekrijgt? Nee ja, ze hebben me uh, uh, tot, aan gewoon, uh, tot aan december uh, uh, uitbetaald. En ik, uh, ik ben eergisteren, dan uh, heb ik het laten ontbinden. En gisteren teruggevlogen. Dus uh, ja, dat is, dat is gewoon goed gegaan. Maar toch, uh, met welk gevoel sta je nu hier? Dit had je natuurlijk niet, uh, niet, niet vooraf uh, gehoopt? Nee ja, eigenlijk wat ik zeg, na nou, een maand was het al. Uh, Eigenlijk wist bijna niemand dat, um, dat uh, de president eruit was, uh, was gegaan die mij destijds gehaald had. Uh, toen hoorde ik al meteen van de trainer van, nou ja, uh, ik ga mijn eigen spelers halen. Ik, uh, ik heb nu alles hiervoor te zeggen, om maar zo te zeggen. En jij komt niet in mijn plannen voor. en um, Ik heb er toen zelf voor gekozen, bewust, omdat ik dacht, ja, het is niet slim om na een maand al te vertrekken. Ondanks dat hij het mij toen wel aangaf om weg te gaan. Ik heb uiteindelijk uh, nog, ja... Uh, wel ja, tien wedstrijden gespeeld onder zijn, onder zijn leiding. En nu eigenlijk uh, ja, was het hetzelfde. En ja, uh, het gebeurt niet alleen met mij. Ik heb nu inmiddels begrepen van de clubleiding daar... dat, uh, dat ze tien tot vijftien nieuwe spelers willen halen in de winter. En uh, met mij zijn er nu inmiddels al drie anderen... die het uh, contract al laten ontbinden. En ik denk dat er we nog wel veel gaan volgen. Dus het was voor jou echt absoluut geen optie om, uh, om te blijven? Ja, oké. Okay, ja, ik, ik kon er wel blijven. Maar wat ik zeg, sportief gezien... Uh, zou het niet heel verstandig zijn. En. Uh, dus ik denk, ja, misschien dat ik dan maar beter ergens anders. Uh, aan de bak kan gaan. Hoe beviel het leven daar? Je, je wist voordat je daarheen ging. niet zoveel van de stad van Boekarest. Uh, hoe was je leven daar? Nou, best. Uh, ja, positief verrast, om maar zo te zeggen. Het is een grote stad. Uh, best modern ook. En. Uh, ja, er was genoeg te doen. Ik moet wel zeggen dat wij. wij veel met het, met, het, uh, met het voetbal ook weg waren. Uh, het is daar toch anders dan in Nederland. Uh, voor de wedstrijden ben je twee dagen in kamp. Uh, het is veel reis ook. Maar de tijd dat ik vrij was, uh, ja, het leven van, was goed. Wat heb je verder allemaal meegemaakt? Je hebt, uh, je hebt in een derby gespeeld tegen Sta. Boekrest. Uh, zijn er toch mooie ervaringen geweest? Ja, tuurlijk. Die hebben we gewonnen trouwens, de derby laatst. Uh, 3-1. Dat was de laatste keer, was zes jaar geleden, geloof ik. En uh, ja, je maakt gewoon andere dingen mee dan in Nederland, uh, zowel. Uh, ja. Positief als negatief uh, of nou ja, tenminste achteraf ja ik kijk erop terug dat was een mooie ervaring om maar zo te zeggen alleen dingen die in nederland niet snel zou meemaken ja, het is toch wel mooi eigenlijk bijvoorbeeld ja ik, ik kwam daar aan bijvoorbeeld op het trainingscomplex en uh, ja, tijdens de training bijvoorbeeld liepen de honden door de training heen en dat dat was daar blijkbaar heel normaal en voor mij was dat iets heel nieuws dat dat, dat had ik nog nooit gezien en uh, ja zo het nog meer kleine dingetjes uh, dus dat was voor mij allemaal, ja, achteraf kan ik erom lachen, maar het was, het was gewoon uh, ja mooi om mee te maken. Gewoon iets heel nieuws. Hoe ging dat dan? Gewoon tijdens de training, tijdens het partijtje, kwamen er ineens een paar hondenveld veld op? Ja, nee, die stonden al voor de training en die, die, wat ik hoorde, zeg maar, die waren van de trainer of iets. En die had dan tien honden op het terrein lopen. En dan, uh, ja, als wij uh, stonden te trainen, dan stond hij met die honden langs de lijn. Dus ja, dat was voor mij iets heel nieuws, zeg maar. Maar ja, op zich uh, wel mooi om mee te maken. Dan denk je toch op zo'n moment, waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? Ja, precies. Nou ja, kijk, uh, ik moet zeggen dat je verder wel gewoon andere dingen, ja, uh, uh, was ook wel gewoon goed op orde. Alleen dit was voor mij iets heel nieuws en dan denk je soms wel van, ja, dat is in Nederland niet zo, nee. Heb je achteraf gezien nou uh, spijt van deze keuze? Nee, ja, ik, ik moet zeggen, je hoopt natuurlijk dat het daar gewoon uh, uh, anders uitpakt dan dat het nu is gegaan. Maar ik moet zeggen, ja, spijt niet. Uh, het is een mooie ervaring voor mij. Uh, het is ook een grote club uh, waar ik heb gespeeld. En uh, ja, dus ja, echt spijt niet. Alleen je hoopt natuurlijk wel dat het, dat het anders loopt dan dat het nu gegaan is. Maar het wordt misschien nu nog wel moeilijker om een nieuwe club te vinden? Of, of uh, uh, zie ik dat verkeerd? Nee, ja, ik, uh, ik ga gewoon uh, afwachten. En hopen dat er iets, dat er iets moois komt. Uh, nu of in januari. Ik kan sowieso, als het goed is, uh, pas in januari aan de slag. Maar uh, ja, ik hoop gewoon op wat moois. Wat wil je? Wil je uh, per se in Nederland blijven? Want uh, um, voordat je naar Roemenië ging, had je het wel gezien hè, even hier in Nederland. Uh, zit een terugkeer erin? Ja, ik moet. Ik moet ten eerste, het, nu uh, uh, is er nog niks concreets, om maar zo te zeggen. En uh, ja, als er concrete aanbiedingen zijn, dan. Ja, dan beslis ik wat ik ga doen, maar in Nederland sluit ik zeker niet uit. Uh, maar het buitenland ook niet. Ik heb het uh, niet als negatief ervaren, om maar zo te zeggen. Dus ik sluit, ja, sluit het niet uit om weer naar het buitenland toe te gaan. Is FC Doordrecht misschien een optie voor je? Uh, je, wilde voordat je of, uh, nadat je daar wegging, zei je: Ik wil liever niet in de eerste divisie spelen. Ze wilden jou wel behouden. Uh, mag Marco Bogus bellen? Ja, hij, me toen al, hij wist toen ook al van mijn situatie wat ik net vertelde, uh, wat niet veel wist in de, in de zomer. Daar was hij inmiddels van op de hoogte. Dus ze had me toen al een belletje gegeven. En toen besloot ik ook om, om daar te blijven. Maar hij mag me altijd bellen, natuurlijk. Ik sluit, uh, sluit helemaal niks uit. Je staat er open voor. Ja, ik sta overal open voor. Dus uh, ja, daar ook ja.